vakantie. Twee. Poepie Disney. En dan gaan we op naar... Ja, mama, zit je er al klaar voor? Of ook mee, Luxie? 12 uur. Doei, huisje. Om op vakantie te gaan. In de schitterij. Had er moeten zijn, maar... Dan zetten we hem dan maar in het rit. Kunnen we hier willen slapen? Kijk, dan ligt hij er maar in, Lux. Ah, zie. Ga jij al slapen? Het ziet er heel leuk uit. Deze gaan we toch naar de koffer geklommen. Ben je aan het spelen? Roepen jullie als het eten klaar is? Hele goeiemorgen! Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En jullie zien het goed. Lucilla is gisteren naar de kapper geweest. Dus die heeft haar nieuwe koep vandaag ook weer aan. Want die vond ze zo mooi. Mama wou die af. Ja, mama heeft weer de haar teruggekleurd naar de normale kleur. En Lux heeft ook weer de normale koep. Lux? Nee. En we gaan vandaag, jullie zien het al, op vakantie. Jongens, wij gaan vandaag erop uit. We gaan weg uit ons huis. We hebben het helemaal gehad. Alle muren komen op ons af. De tuin komt op ons af. We willen gewoon even ergens anders naartoe. Dus wij hebben besloten toch lekker op vakantie te gaan. En volgens mij is Luan zijn koffer al aan het pakken. Gaan we lekker tv kijken. Volgens mij is... Goedemorgen, papa. Volgens mij is Luan zijn koffer al aan het pakken. Want hij kon natuurlijk niet wachten. Want hij is altijd super enthousiast als we 's ochtends op vakantie gaan. Dus kijk, hallo jongen. Ben je je koffer al helemaal aan het inpakken, kerel? Ja. Wat ga je allemaal meenemen? Laat eens even kijken. Ja, kijk, je rekenspullen, je schoolspullen. Zo. Ja. Oké. En ik kan mee en ook mijn pyjama en dat soort dingen. Ja, je pyjama moet je ook wel meenemen. Dat is ook wel handig. En je knuffel. Oh, ik kan deze gebruiken. Want je thuispak? Wordt het wel een beetje koud. Ja, 's nachts is het wel wat kouder, hè? Dus we moeten wel dat meenemen. Heel goed. Mm-hmm. Nou, als je even lekker je koffer erin gaat pakken, gaat mama een ontbijtje maken. Goed? Oké. Oeh. Voordat we op vakantie gaan, nog even kijken. Staan we nog tussen? Oh, wel leuk. Zullen we er nog tussen staan? Ik denk dat het voor. Ja, ik moet zo meteen de auto gaan inpakken. Dus ja. We dachten nog even kijken. Ik ben zo benieuwd. Laten we zien. En dan nu de nummer 1. Ik heb hier een kleine hint voor jullie. Hiehaa! Hij staat er gewoon nog steeds op nummer 1. Nu op Bellinga met Cowboy Vet Geweldig. Wauw, de vierde week. Cool. Dat had ik niet meer waar. Nou, dank jullie wel, lieve fans. En kids op 20. We gaan verder met de koffer inpakken, Wien. Oxy. Nou, ik ben al klaar. Zit hier al bijna klaar? Nou, hoe we de auto gaan inpakken. Ja. Maar eerst even ontbijten. En ik heb nog niet mijn koffer inpakken. Oké, gaan we die bij jou nog even doen. Luxie, heb jij ook jouw koffer gepakt? Ze heeft zelf de koffer daar onder de stoel uitgepakt. Ga jij hem ook inpakken, Luxie? Mag wel. Wat ga jij in de koffer doen dan? Deze jurk. Wil jij die jurk meenemen? Ja. Dat kan wel. Nou, Lux, stop maar erin wat je wil. En dan gaan we eens even kijken wat we allemaal in de koffer kunnen doen. Ach, mama. Ja. Zal ik mijn koffer even laten? Ja, laat maar eens even zien, jongen. Wat heb jij in je koffer gedaan? Mijn kussen, dat wel. Je kussen, dat is zeker handig. Je kussen. Maar die past er niet meer in, dus die doen we gewoon even in de auto. Die heb je wel nodig, ja. Die heb je echt nodig. Ah, kijk. En wie is dit dan? Dit is mijn konijn, die neem ik altijd mee. En die had ik gekregen toen ik werd geboren. Ja, dat klopt heel. Ja, en hier zitten de pleisters. Dat soort spulletjes in, als je het goed omgedraaid. Ja, heel belangrijk. Dit is een stukje van mijn ja. Dit is mijn haaien slaapzak. Ja. En hier slaapzak. Zitten mijn kleren in. Ja. En hier zitten mijn hondensloffen in. Ja. Oh ja, hondensloffen. Ja, echt. Wat is dat dan? Dit is mijn deken. En weet je waar we gaan kijk, gaan hier zit alles. Zelfs een wekker. Ja. En een lampje. Ik neem het ook mee. Echt waar? Ja. En je wekker zetten op vakantie. Je geurtje. Laat hem wel op 8 uur hoor. Oh, 8 uur is uitslapen. Ja. Oké. Okay. Waar deze deken voor is. Nou, waar is die deken voor? Die zijn voor jullie allemaal. Daar gaan wij onder slapen. Ah. Daar gaan we 2 nachtjes slapen. Dus ik doe 2 lekker warm lekker warm jurkjes. Oké, gaan we 2 nachtjes slapen daar. Deze terug.
Oké. Ik heb twee nachtjes. Oké. Dus dat, de kinderen zijn dus de koffieset inpakken. En jullie zien het goed, jongens. Wij gaan toch op vakantie. Het is voor ons nog niet echt vakantie voor de scholen. Want onze vlogs lopen ongeveer anderhalve week achter. Maar ik dacht een beetje rekening houden met dat als er nu vakantie is. Misschien wel leuk is voor jullie dat er nu vakantievlogs online komen. Dus vandaar dat wij dit weekend op vakantie gaan. En hopelijk gaan jullie ook leuke dingen doen in jullie vakantie. Ik weet, het is natuurlijk een beetje een gekke tijd. We zitten in de coronacrisis. We kunnen niet echt ergens naartoe. We zitten eigenlijk al weken aan ons huis gekluisterd. En we kunnen niet naar school. En dan opeens is het vakantie. En dan ben je alsnog nog steeds thuis. Dat is natuurlijk heel erg raar en heel erg gek. Dus daarom dacht Daniel en ik, laten we het gewoon gek doen. Laten we gewoon alsnog lekker op vakantie gaan. Dus de kinderen zijn helemaal blij. Helemaal door het dolle heen dat we op vakantie gingen. Ze pakken lekker hun koffertjes in. We gaan zo de auto inpakken en we gaan op naar onze vakantielocatie. Maar waar? Dat zie je zo meteen, hè? Dat zie je straks. Wat heb jij meegenomen? Een slaapoverbroek. Oké, ja. En dan een hemd voor te slapen. Ja. Okay. Twee sokken, twee leggings en twee jurken. Oké, okay. Neem je ook nog knuffels mee? Ja. Ja? Shilla die slaapt altijd tussen heel veel knuffels, zoals jullie zien. Die slaapt altijd tussen. Ik ben even. Welke ga je meenemen? Met je mooie lange haren? Zeemermin. Zeemermin gaat mee. Gooi maar daar in die koffer. Ja, gooi maar. En twee. Poep. Lila lavendel. Lila lavendel. En de laatste. Kikker. Ja, die gaan mee. Oké, okay. Nou weer van je glijbaan. Dat zijn er veel. Nou, hartstikke goed. Ja, dan komt Luxie weer aan met de koffer. En mij is mee. Ja, wil je ook alles in de koffer en doen? Dat zou ik deze kunnen doen. Oh, de knuffels mee, oké. Maar Sil, neem je niet deze mee? Schoen daar. Sil, neem je dan niet dit mee? Oh, tekenspulletjes mee. En Lux, je neemt Pop mee, hè, Lux? Nee, dat was helemaal niet. Nee. Zo, kinderen, zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja, Lux, je ook klaar voor? Nou, dan gaan we alle bagage inpakken. En dan gaan we op naar... Vakantie. Vakantie. Alle bagage naar... Ja, papa de deur op slot. Honden mee, Woezelpip. Honden mee, Woezelpip, die mogen lekker mee. Kom maar, Woezelpip. Dan gaan we alles even in de auto zetten. Ja, mama gaat ook nog even naar de winkel, naar de Action. Want we hebben nog wat nodig voor op vakantie, hè, jongen? Nou, dag huisje. Tot snel weer. Wij gaan lekker op vakantie. Ja. Kom maar, Woezelpip. Kom maar. Ja, stap maar in. Mam, heb je de opblazer? Ja, ja, luchtbed heb ik ook. Zit je er al klaar voor? Ja. Riem om. Ja, Luxie ook erbij. Goed zo, Woezel mee. Kom maar. Pip erbij, Luxie erbij. Ga maar in de stoel zitten, schatje. Oh, gaat Pip nou in jouw stoel zitten? Ja. Oh, Pipje, dat is toch Luxie's stoel? Het is niet jouw stoel. Kijk eens, moet papa ook mee, Luxie? Papa ook mee? Ja, wil je een filmpje kijken? Zitten jullie er klaar voor, ja, kinderen? Ja, Woezel heeft zijn hagedisje mee. Ja, Woezel heeft zijn krokodilletje mee, hè, Woes? Ja. En Pip, die zit hier. Hallo, Pipje. Mama. Ja, Pip zit hier. Mama. Ja? Ja, mama zit naast jou, schatje. Dan kan ik jullie makkelijk eten geven. Kijk, daar hebben we Lucilla weer. De eigen haartjes. Hè? Dat was toch alweer even wat lekkerder, hè? Het was wel heel mooi haar. Super mooi haar. Wij zitten inmiddels in de auto. Het is een hele tijd geleden dat wij met ons hele gezin in de auto hebben gezeten. Pip. Ja, Pip hebben we ook. Honden hebben we. We weten niet precies waar het is. Papa heeft de navigatie ingesteld. Het is een tijdje rijden. En ik hoop dat we een beetje op tijd aankomen. Nou, de route is ingesteld. 2 uur en 12 minuten rijden. Zo. 233 kilometer. Zo. Nou. 2 uur en 12 minuten. Nou, jongens. 2 uur en 12 minuten. Ja, zo lang rijden is het. Rijden. Nou, daar gaan we. Uur. Daar gaan we, jongens. Lucilla, waar gaan we nou naartoe? Waar gaan we nou naartoe? Naar een camping? Ja, ja, denk het wel, want we hebben een tent mee. Doei, huisje! Doeg! Zo, mama moest nog even wat halen bij de Action voor bij de tent, Luan. Hadden we geen pomp om het luchtbed op te pompen. Ja. Dus wij wachten nog even in de auto met een liedje. En dan hebben we alles volgens mij compleet om op vakantie te gaan. Ken je dit verhaal? Ken je dit verhaal? Zo wordt het nu al eeuwenlang verteld in elk verhaal. Kijk, dit is dan het aparte met de maatregel. Iedereen moet 1,5 meter wachten voor ze naar binnen kunnen. Nou, de vakantiespelletjes. Mama,
Nou, alles compleet voor vakantie? We hebben alles voor vakantie. Let's go. Oké, okay. Hey. In de gordels. Rijden we nou verkeerd? Volgens mij, jongens, zijn we een beetje verdwaald. De navigatie zegt dat we er moeten zijn, maar als ik nu naar buiten kijk, dan zien we een industrieterrein. Zo, Daniel die zegt we moeten hier bijna zijn, maar als ik nu even goed kijk, dan zie ik hier niet echt een camping of zo. Ja, Luxie, wat is het nou? Ik denk dat we toch nog even iets verder moeten, hoor. Kijk, we staan nou hier, maar ik zie niet waar hier ergens een camping moet zijn. De navigatie zegt dat we er moeten zijn, maar... Kom Pip, we moeten toch even iets verder. Pip die wil even de benen strekken. Die heeft natuurlijk ook al heel ritje erop. Zie je het jongens? Ja. Hier is het niet hè? Nee, kom. Bellen, we gaan weer verder. Ik ga maar even hier bellen. Is het niet. Ja, we zitten weg. Pip, kom Pip. Ja. Pip, kom. Ga je mee? Pip! Ja, zo. Zijn we de vader? Nou, volgens mij moet het hier zijn. Moeten we hier zijn? Zo, volgens mij hebben we uiteindelijk toch gevonden. Kom maar Lux. Stap maar uit. Ja, moest Pip uitstappen. Koffertjes mee, de koffers. Ja, dat is jouw koffertje. Kijk eens. Mag je zelf rollen? Zo, Luxie. Kom maar. Gaan we eens even kijken waar we heen gaan. Hey. Wat leuk. Wat een leuk plekje, jongens. Zullen we kijken hoor, hoe dit hekje open gaat. Welkom op de camping, jongens. Volgens mij kunnen we hier wel een leuk tentje opzetten, of niet? Ja, kijk, wat een leuke tafel hier. En een stoel. En we hebben zelfs een glijbaantje en een keukentje. Nou, wat leuk. Ja. Binnen? Ik denk dat hier binnen de douches zijn en zo. Ja. Hé, hey, Luan, heb je de tent mee? Ja, die heb ik. Gaan we eens even kijken hoe we hem op kunnen bouwen. Ja, leuke picknicktafel erbij. Leuk, hè? Mooie Luxie. Ja, Luxie gaat vast van de glijbaan. Nou, wij gaan hier eens eventjes de tent opbouwen. Luxie is aan het balanceren op de koffers. En Luan die doet de eerste hanger. Goed zo, Sil. En dan gaan we hem hier zo neerzetten. Goed zo. Goed zo. Nou, Luxie en Lucilla en Pip hebben al een plekje gevonden. Mag ik ook straks? Ja hoor. Daar de haring maar helemaal in de grond. Harder. Goed zo. Goed richten. We moesten hem eerst eventjes met de haringen vastzetten. Voordat we hem helemaal gaan opbouwen. Maar we zijn al goed op weg. En Luxie? Wat is Luxie nu? Oh, wat is dat? Kijk, dat zijn de ganzen. Ja, dat zijn de ganzen. Die vlogen even over. Goed zo. Helemaal tot de grond. Anders kan je je tenen stoten aan de haring. Loop er maar helemaal in. Ja. En dan zet hem daar maar in het ringetje. En dan zet je hem onder op de grond. Goed zo. Zil, dan pak je ook die andere stokken. Dan zet je die hier neer. Wacht. Zet hem maar erin. Oh, hij valt om. Ja, dat klopt. Ik heb hem hier vast. Goed zo. Zet je deze erin. Hier heb je zo'n ringetje. Zo, en dan zet je de stok recht naar beneden. Zo, nou heb je met papa de schierlijnen vastgemaakt. Kijk, deze hebben we hier gedaan. En hier stond een schutting. Dus ik heb die mooi. Kijk, dat struikelen ze ook niet. En hier de schutting vastgemaakt. Goed zo, dan zullen we. Is die klaar? Ja, kun je er ook nog omheen lopen. Mooi, hè? Kan je nog helemaal? Jawel, nou staat hij vast. Ik heb nog een beetje slag. Ja, dat kun je niet met zijspanners. Dat is gewoon het goedkope tentje. Dat wordt. Zodat als je daar je luchtbed in legt, dan staat dat bol. Oeh, mooi. Schierlijntjes, dat is toch? Tent die staat inmiddels. En dan gaan we even het luchtbed erin leggen. Even kijken of die wel past. Het is een driepersoons tent, dus het moet wel passen. Ja, zie je dat? Hij past hier net. Nou, dan gaan we hem nou even opblazen. Nou, Sil, we zijn het luchtbed even aan het opblazen. En volgens mij wordt hij al bol, zie? Hebben we hier het ringetje neergelegd? Volgens mij gaat hij wel passen in het tentje. Dat denk ik ook wel. Mooi, hè? En kijk, daar hebben we een mooi hoekje. Ja. Daar kunnen we dan alles neerleggen. Ja, hartstikke goed. Zie je dat, Luxie? Gaat hij opblazen. Dat is het luchtbed. Dan moeten we even geduld hebben. Ja, nou. Springen. Zo, Sil. Ligt hij lekker? Oh, Sil. Geef het even springen. Ligt het lekker? Kunnen we hier wel eens slapen vannacht? Ja. Ja? En het is ook bloedheet. Het is hartstikke warm hier. Gaat lukken.
bed. Ja, zullen we heel even de dekbedden erin gaan leggen? Dat we erin kunnen gaan liggen. Zie je het, Lux? Ja, dan allebei aan die kant goed om de hoekjes doen, hè? Kijk, dat wordt een mooi bedje. Leg die er maar in, Lux. Daar mag je. Goed zo. Leg maar helemaal op je plekje neer. Lux in het midden. Ja? En Luan aan de zijkant en Lucilla aan die andere zijkant. Dat past precies, jongens. Het tentje is voor jullie gemaakt. Eens kijken hoe goed dat past. Super schattig. En nu de dekens erin. Dat wordt een lekker plekje. Leg je hem aan die kant neer. Nou, Lucilla's dekbed erin. En dan kan Luxie hier. Ja, Lux. Kan Luxie ertussen liggen, hè? Volgens mij slapen jullie hier als roosjes vannacht. Ja, denk ik ook. Lekker, Lux. Hé, hey, is dat een lekker bedje? Een heel lekker bedje. Ga jij hier slapen? Ik ga ook in het bedje. Gaat Luxie hier slapen, liefie? Oké. Okay. Kijk, als je kijkt naar boven, dan zie je... Luxie, kijk eens. Als je kijkt naar boven, dan zie je de bomen. Ja, nou, ik dat is grappig, hè? Overal bomen om je heen. Ja, woef. Ja, woef, woef. Dat is jouw kussen, hè? Met woef, woef. Ja. Ja. Nou, ga jij al slapen? Ja. Het is toch nog helemaal geen tijd om te gaan slapen? Het is toch overdag? We kunnen nog gaan spelen op de camping en spelletjes gaan spelen. Ja. Ze willen nu al naar bed. Nou, dat komt niet vaak voor in de vakantie. Grapje. En wat grappig, als je nou naar buiten kijkt, hè, dan zie je gewoon de bomen. Alsof je in een echt bos slaapt. Ziet er heel leuk uit, Sil. Dit is jullie plekje voor vannacht. En kijk, weet je wat we gaan doen? Ja? Doen we een netje dicht. Oké. Okay. Deze gaan we toch niet gebruiken. Nee, die is veel te heet, hè? Wat zit hierin? Dus deze even kijken. Oh, kijk. Daar zit mijn kleren erin. Ja, kleren. Oké, deze mag weg. Je tekenspullen, ja. En dit zijn wat tekens waar ik altijd en dat zijn al je knuffels. Nou, passen die erin dan? Dus dat er maar in. Oké. Okay. Even kijken. Luxie die pakt ook de koffer uit. Heb je knuffel er ook al in, jongen? Ja, daar is het al in. Zo. Ga je alles erin doen? Ja. Oké. Okay. Is Luxie in de koffer geklommen? Ga jij in de koffer, Luxie? Dat past precies bij jou, hè? Ja. Oh, dan gaat ze er helemaal zo in liggen. Dat was precies, Lux. Ga je zo mee op vakantie? Ja. Ja, ik zie het. Ja? Nou, Luan heeft inmiddels het netje al ervoor gedaan. Dan voor de muggen. Voor de muggen. Doe er ook in. Kom maar. En dan doen we deze ook open. Kijk, dan kan je er zo in. Kijk. Dat is gezellig. Ja, waar is jouw pop? Ja, ik ga jouw pop eens even zoeken. Hè. Mag jouw pop ook bij jou slapen? Kijk eens. Geef die maar aan Luxie. Kijk eens, je pop. Oh, die had ze ergens neergelegd. Het lijkt toch net alsof we echt op de camping zitten, jongens. Ja. Zie je naar papa? Geweldig. Kijk eens, ik heb een lekker thuis. Ik heb een bordje eten. 3 dubbele borden met eten. Kijk eens, deze is voor Luxie. Deze is voor Luan. Ja, lekker. Ja, dat is een bal, ja. Ga maar lekker eten. Eet smakelijk. Dankjewel. Even in spiegel. Zo. Hier, kan ik maar grijpen. Andere kant. Ja. Komt hier. Kant. Staartje omhoog houden, liefie. Ja. Yeah.
Luxie. En mama zit even in bed. Luxie wil even moeder worden. En wij zijn hier nu aan het spelen. Kijk, hier is Luan. Hey. En papa, die kan je ook even nu zoeken. Pap. In de vlog. Hallo, ik speel in de tent met Luan en Zinne. En we gaan nu de tent zien binnen. Daar zitten dekens en alles. En speelgoed. Kijk maar. En dan was hier aan het tent. Kijk, dit is eigenlijk onze tent. En ja, en buiten gaan we aan het spelen. Wat ga je, ben je aan het spelen? Nou, we gaan even lekker dansen in de tent. Kijken of we kunnen. Nou, pas maar net. Zullen we proberen te dansen? Ja. Lekker nummer, hè? Heel lekker nummer. En dan maak ik lekker je lekker. Nou, wij gaan nog even verder dansen, hè? Ja. Doei. Even helpen dan hier. Nou, het wordt alweer tijd om lekker te gaan eten. En Farah zei, ik begin wat trek in de buik te krijgen. En schat, heb jij zin in wat lekkere barbecue te gaan? Zullen we de barbecue aansteken? Moeten we er wel even bij zeggen dat we hier een echte barbecue hebben. Wannabe barbecuer hebben. Ja. Deze houdt niet van kooltjes. En rook. En rook. Dus helaas, pindakaas geen open vuur, maar wel, we hebben wel een barbecue. Ik heb er iets gevonden. Ik heb ooit een keertje een elektrische barbecue gekregen van mijn verjaardag. Ja, van je en paar. Die wordt nog super fijn gebruikt. Ik heb die weer gevonden. Kijk, even kijken wat ik hier heb samengesteld. Ja. Kijk, ik heb hier een elektronische barbecue gevonden. Ja, die gebruikt ook bij ons bootje van de eerste vlogjes zo 5 jaar geleden. Kijk, zo gaan wij dus, barbecue op de camping. Ja. Hey Luan, ik ga hier de elektrische barbecue bij jullie zomerkeuken installeren, goed? Wij zijn buurvrouw. Ja, Antonier, hè? Zo, de buurvrouw geholpen met allemaal nieuwe plantjes zetten, kijk, naamkaartjes staan erbij. Wij gaan de elektronische barbecue klaarmaken, ja? Ja. Gaan we zo barbecue op de camping. Ik denk dat je heel blij wordt. Ja, dan wordt de kinderkeuken ook nog een keertje gebruikt, jongens. Dat is handig. Kijk, Luxie. Er staat echt eten in jouw keuken. Zie je dat? Nee, in de vakantiekeuken. Oh, de vakantiekeuken. Kijk. En lekker goed mensen. Oeh. Ja, voorzichtig met het mesje. Lucilla die snijdt de komkommer even aan. Heel grappig, zo kom je er eigenlijk achter, hè? Dat je gewoon helemaal niet zo ver op vakantie hoeft om het echte vakantiegevoel te hebben. Zeg maar zelf. Zo, alleen lekkere tomaatjes al gesneden. Wat heb je gedaan, Lucilla? Mijn eigen. Heb je eigen kleren al klaargelegd op je bed? Kijk. Oh ja. En het lekkere theeje. Oh jongens. Oh. Dit is echt lekker. Dit is echt super lekker. Niet koud en niet te heet. Mam, niet te koud en niet te heet. Dit is echt lekker. En nu is het nog lekker, maar ik weet niet of het vannacht is het natuurlijk de zon weg. En als de zon weg gaat, dan wordt het kouder. Maar het is 1 graan, hè? Het wordt 1 graan. Ja, dus misschien moet je wel heel erg tegen je zusjes aankruipen om een beetje warm te blijven. Ja. Oh, heerlijk. Ja, dit is het lekker. Het is echt alsof je net kijkt. Ik zal jullie even laten zien wat ik zie. Dit is mijn uitzicht. Daar hebben we Lucilla. Daar hebben we de deur. En dit is het bos. Oh, grappig, hè? Echt in een bos hier. Ja. Hier lekker in het bos. Oh, Lucilla, waar ben je? Lekker een klein sneetje. Oh, kom hier bij mama. Hier ligt mijn filmknuffels. Oh, daar heb je de knuffels neergelegd. Oh, en hier hebben we ook nog. Hier hebben jullie ook nog allerlei dingen neergelegd. En hier is mijn liefde. Oh, en dat is jouw lievelingsknuffel. Oké. Okay. Nou, Lucie, heb je al een tomaatje te pakken? Verstopplek voor Luxie. Ja, dat is een goede verstopplek. Oh, roepen jullie als het eten klaar is? Ga ik even een tukje doen. Heerlijk. Want het is toch vakantie? Lekker. Het is toch vakantie? Oh ja. Dan doe ik even een tukje. Oké, dat is goed. Ga maar lekker slapen.
Zijn jullie ook weer? Dan krijg ik een tomaatje. Oh, dank. Lekker. Ja. Heel lekker. Dankjewel. Dankjewel, Luxie. Dag. Kom maar, Luxie. We doen het deurtje voor je dicht, anders is het donkerder. Jongen, laat hem maar open, liefie, anders dan, is het echt een sauna. Nee, joh, kijk. Zal ik iets laten zien? Nou, wat wil je laten zien? Kijk, hier zit een klepje. Oeh. En daar komt lucht doorheen. Hebben we een ventilatiegat gevonden? Ja. Aha. Nou, want kijk. Oké. Okay. Ja? Blijf naar dat lampje kijken. Ja, lampje. Blijf. Ja. Nou, kijk. Zo zit hij open. Ja. Zie je? En zo. Zit hij dicht. Oh, ja. Ik snap hem. Open. Hallo. Ah, ja. Ik snap hem. En dicht. Ja. Dicht. Hé, maar zijn jullie niet bang dat hier vannacht wilde dieren aan de tent komen of zo? Mama, doe niet zo raar. Nee, toch? Wilde konijnen of zo? Nee, dat bestaat joh. Niet. Ja, nou, of wilde ganzen, wilde zwanen. Die bestaat zijn er ook. Helemaal niet. Of de hond van de achterburen. Waf, waf. En dan pist hij zo tegen het doek aan. Nee. Nee, denk je niet? Nee? Die zijn niet die dieren alleen in de jungle. Oh, alleen in de jungle. Lekker, schatje. Oh, mama, dat is een probleempje hoor. Ah, goed zo. Maak me maar wakker als het gaar is. Zo, nou, we hebben een heerlijk tukkie gedaan. Nee, en ik word wakker. Ik heb helemaal geen tukkie gedaan. En ik word wakker door de heerlijke geur van de barbecue van vader. Oeh, dat ruikt lekker. Dat ruikt heerlijk. Alles hoor. En Luxie, lekker meehelpen in de keuken, schatje. Luxie doet de tomaatjes. En Luxie doet de groenten. Oh, gezellig. Heerlijk. En ons campingtuintje. Dat ruikt lekker, Luxie. Ik ga het tuintje draaien. Oeh, lekker eten. Lekker tomaatje eten. Besjes. Ja, Lucilla die schenkt even lekker drinken in. Laatste beker. Goed zo. Ja hoor, pak maar een beker. Beetje. Zo. En volgens mij is het eten bijna klaar. Een lekker broodje uit de oven. Ja! Ja? Heb jij ook een lekker broodje? En een beetje kruidenboter erop? Ja. Het is nog wel heet hoor. Moet je even blazen. Ja? Wil je niet? En een beetje kruidenboter? Openmaken. Deze is gek. Ja. Kijk eens, Luxie. Een beetje boter. Ja. Lekker hoor. Kom op. Kijk, goed kontje. Goed feest, we gaan maar niet voor jullie vriendjes. Eten. Ze likken het vet van dat kistje af. Oh, ja. Nou, we gaan lekker eten, hè? Zo, nou, en aangezien moeder de voorkeur van onze kindjes het beste weet. Dus jij een bosje? Pak even een bordje. Ja, een lekker bosje. Nou, Luxie, geniet eens op de camping aan huis, toch? Ja. Ja, lekker warm, hè? Lekker warm, komen jullie aan tafel, jongens? Ja, wij ja. Nou, leg even. Is dat ook een lekker bosje? Een klein gesneden met wat groentjes erbij. Nu al die smeert stokbroodjes met kruidenboter. Nou, gezellig zo hoor. Nou, de Bellies Camping kunnen we het hier wel noemen, hè? Nou, ideaal. Hier gaan wij de hele zomervakantie maar doorbrengen, denk ik, toch? Ja. Hey, we hoeven de hele zomervakantie niet weg. Nee. Heerlijk. Heerlijk. Ja, Luxie zit al aan tafel. Vond je dan weer een leuke vlog? Doe even wel. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien je morgen weer in een nieuwe vakantievlog. Tot morgen. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem.